Leo Vasio, was het om terug te zijn in de arena? Of in ieder geval in Amsterdam? Amsterdam is mijn stad, dus het is altijd mooi om hier te zijn. En de arena is gewoon een hele mooie stadion, dus ook prachtig om hier weer te kunnen zijn. Ja. Ja, het is geen schande om met FC Groningen van IJs te verliezen, maar ik kan me toch voorstellen dat je met een behoorlijk zure nasmaak zo die bus instapt. Ja, klopt. Het is geen schande inderdaad. We hebben zoveel gegeven, alles gegeven. En uiteindelijk hebben we gewoon heel goed verdedigd. Dat is ook een kunst, want niet iedereen kan dat. En uiteindelijk word je dan, vind ik, benadeeld door een scheidsrechter. We hebben wel een hele aardige man daar niet van, maar ik vind dat we gewoon benadeeld zijn door hem. Ja, want jullie kregen inderdaad een tweede gele kaart, dus rood. Daarna werd het 1-0, 2-0. Ja, beslissend, dat kunnen we niet anders zeggen. Wat vond je van die tweede gele kaart? Ja, kijk. Het is van, Django had nog de bal niet. En hij dacht, daar gaat hij wel de tijd trekken. Misschien dan wel extra zijn tijd, ja. Maar ingooien is het gemiddeld tussen 6 en 10 seconden, denk ik. Dus, en dat was ook bij Django. Dus ik weet niet of hij daar een tweede gele kaart voor moest krijgen. Ja, Björn Kuipers had het waarschijnlijk als optelsom gezien, omdat Sergio Pat wel meerdere keren zijn tijd nam. Dat dan uitgerekend een speler die al geel heeft zijn tweede krijgt, dat is wel lullig natuurlijk. Ja, dat is wel zo inderdaad. Maar tuurlijk, Django neemt zijn tijd. Maar het is geen tijdwekker van dat hij de bal ingooit en bouwt. Nee, het is gewoon, hij kreeg de bal, uiteindelijk gooide hij hem in. Maar dat hij daar, ja, ik blijf het zeggen, tweede gele kaart, dat snap ik niet. Wat zeggen jullie dan de afloop in de kleedkamer? Gaat het daar dan over? Nee, kijk, we hebben het gewoon goed gedaan, weet je. Dus daar hebben we het mee. We hebben het over de positieve dingen die we hebben gedaan. We kijken niet terug naar negatieve dingen. Maar alleen nu, hier zit ik wel even mee. Snap ik. Toen die 1-0 viel van Lisandro Martinez, toen zag ik ook dat je heel erg baalde. Je zag, ging op de grond zitten, je sloeg met je handen op het veld. Ja, klopt. Het ging zo snel. En uiteindelijk heb je alles gegeven, weet je. En dan valt toch de 1-0. Dus daar baalde ik van. Maar het is niet naar iemand toe of zo. Het is gewoon mijn eigen emoties. Heb je verder nog jongens gesproken die je kent uit de opleiding? Jawel, gewoon een paar jongens inderdaad. We hebben altijd wel contact. Niet omdat we vannacht tegen elkaar spelen. We hebben af en toe wel nog eens contact. Zoals wie? Noes bijvoorbeeld, met Noah Lange ook. Dus dat zijn wat die jongens. Nog een grapje gemaakt vooraf of na afloop? Nee, dat niet.